Wie jarig is, trakteert. En dat heeft Loge Volharding nummer 6 gisteren gedaan, middels een verjaar Osso-concert. Dit is gebeurd in samenwerking met het Amadeus Orkest. De Loge Volharding, een broederschapsorde van de Independent United Order of Mechanics, viert vandaag zijn 95-jarig bestaan. De leer van de orde is gefundeerd op broederlijke liefde, ondersteuning en waarheid. De Loge is geen kerkelijke organisatie. Echter zijn bij deze organisatie individuele personen aangesloten die wel of niet een eigen kerkelijke stroming aanhangen. De voorzitter van de Loge, Caprino Allendi, geeft aan dat deze mijlpaal een bijzondere is, want de 95 jaren zijn niet zonder vallen en opstaan voorbij gegaan, zegt hij. 95 jaar getuigt dat de organisatie recht van bestaan heeft. En met uw aanwezigheid hier helpt u ons dat bevestigen. Wel zijn we enorm blij met u. En we hopen dat we gezamenlijk, samen met ons orkest, dat we een heel fijne avond zullen hebben. Wat zeg? Was er geen muziek, dan zou het liever weinig zin hebben. Dus we denken dat met de muziek van dit orkest wij een goede inleiding zullen hebben van ons jubileumfeest. Het Amadeus Orkest heeft onder andere opgetreden tijdens het concert. We brengen nu een fragment van het verjaar Osso-concert. Tot zover een fragment van het verjaar Osso-concert dat gisteravond gehouden is in de concertzaal van de Loge aan de Dr. Sophie Redmondstraat. De Loge viert vandaag zijn 95-jarig bestaan. In dat kader heeft hij gisteren in samenwerking met het Amadeus Orkest dit verjaar Osso-concert georganiseerd.